De laatste tijd vragen veel van mijn oud-studenten, maar professor, wat vindt u nou van de coronacrisis? En ik zeg dan altijd, denk nog eens aan al die colleges van me die je hebt gevolgd. Denk eens aan al mijn boeken die je hebt moeten lezen. Waar gingen die altijd over? Die gingen altijd over de verdeling en de uitoefening van macht. En dat is ook het beste kader om de coronacrisis in te kunnen begrijpen. Daarom sta ik ook nu op de Dam, omringd door de symbolen van de macht. Het paleis, de vorstelijke macht. Achter mij de nieuwe kerk, symbool van de macht van de kerkvorsten. Daar de industriële club, symbool van de economische macht. Macht is een interessant verschijnsel, want macht betekent dat ik u iets kan laten geloven en iets kan laten doen wat u zonder mij niet zou doen. En dat kan met fysiek geweld. Ik kan boa's op u loslaten, strafvorderingen, ik kan u opsluiten, ik kan u omleggen. De burgemeester had op deze Dam fysiek geweld kunnen toepassen. Maar dan had ze zeker moeten opstappen. Ze was verstandig en deed dat niet, want fysiek geweld kent zijn grenzen. Wat geen grenzen kent is het niet fysieke geweld. Het geweld van ideeën, het geweld van woorden, het geweld van propaganda. Waarom is dat nou zo belangrijk voor politici om met name die niet fysieke vorm van geweld te gebruiken? Omdat je dan als het ware kikvorsen kookt in een pan. U kent waarschijnlijk die uitdrukking wel, als een pan met heet water opstaat, je gooit er een kikvors in, springt hij er meteen uit. Als je hem in een pan met koud water zet, dan gebeurt er niks. Laat hij ze rustig koken. Dus niet fysiek geweld betekent dat je de kikvorsen rustig laat koken. Waarom is dat nou zo belangrijk voor politici? Dat is omdat regeren is leuk. Het probleem is altijd alleen dat zijn burgers. En burgers zijn lastig. In Amsterdam noemen we dat een zootje ongeregeld. Die willen altijd wat anders. Sinds de verlichting willen ze ook autonoom en vrij zijn. Die hebben andere morele prioriteiten. Die staan op de Dam en vinden racisme belangrijker dan een virale infectie. Nou, hoe moet je daarmee omgaan? Zeker wanneer je een samenleving wilt die gebaseerd is op neoliberalisme, dus een ongelijke samenleving. Een samenleving met een verzwakte democratie. En een samenleving waarin je dat ongeregeld zootje goed onder controle kunt houden. Dat is ingewikkeld, maar dan doe je dingen die helemaal niks te maken hebben met complotten. Er is niks geheimzinnigs aan. Regeringen doen dat al jaren. Plannen om hun burgers te bespioneren, privacy op te ruimen. De ongelijkheid neemt schaamteloos alsmaar toe zonder dat overheden daar ingrijpen. En het is dus heel duidelijk dat daar geen geheimzinnig complot achter zit. Dat is ordinair uitoefenen van macht. Dan komt er ineens een virus. Dat is op zichzelf niks bijzonders. Er zijn voortdurend virussen om. Ons heen met deze pakt heel erg ernstig uit. Dan moet je dus beleid maken. Dat ligt voor de hand. Maar wat er dan gebeurt overal in de wereld, dat beleid meteen misbruik maakt van de situatie. Je ziet dat natuurlijk heel sterk in totalitaire landen, Hongarije, de Filipijnen, maar je ziet het ook in meer liberale landen. En je ziet het ook in Nederland. Wat er dan gebeurt, is dat je bedenkt een ideologie om de ongelijkheidssamenleving te rechtvaardigen. Je noemt dat het nieuwe normaal. Je bedenkt allerlei maatregelen om gegevens over burgers te verzamelen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek liep al een beetje vooruit. En dan het RIVM. En dan tenslotte de corona-check aan de ingang van restaurants en zo. Allemaal manieren om op een legitieme manier gegevens te verzamelen over burgers. En je verzwakt de democratie, want op het moment dat je wetgeving bedenkt, laat je de ministers per decreet regeren en sluit je het parlement uit. Daar is niks geheimzinnigs aan. Ik wil dat graag benadrukken. Dat is gewoon ordinaire, rationele uitoefening, verdeling van macht. Daar kun je met de machthebbers, is mijn ervaring, ook goed over praten. Die zijn daar heel rationeel in. Wat zou nou een echte mooie samenzwering zijn, de samenzwering waar ik van droom? Dat is dat machthebbers voor de situatie na corona op een geheime locatie bij elkaar komen en zeggen, hoe kunnen we een mensenrechten samenleving construeren? Hoe kunnen we een egalitaire samenleving realiseren? Hoe kunnen we burgers hun autonomie en vrijheid teruggeven? Nou, dat zou pas een mooi complot zijn.